De troonopvolger, Leopold II, verschijnt in zijn jeugd geregeld in het openbaar. Bij een bezoek aan de Borinage merkt hij dat de snelle economische ontwikkeling ook een keerzijde heeft. In een brief aan Charles Rogier, minister van Binnenlandse Zaken, vraagt de troonopvolger eretekens toe te kennen aan... Deze mensen die hun leven slijten te midden van vuur en in het binnenste der aarde en ze verdiend hebben in het zweet huns aanschijns. Tijdens een toespraak in de Senaat vraagt hij ook uitdrukkelijk aandacht voor de hygiëne in de arbeiderswoningen. Wij moeten er ons voor inzetten hun woongelegenheid te verbeteren, hun lucht en ruimte te bezorgen. Van al die sociale bekommernissen blijft niet veel over als de troonopvolger in 1865 de troon bestijgt. Van dan af loopt Leopold II volledig in de voetsporen van zijn vader. Ook hij denkt dat de sociale problemen alleen kunnen worden opgelost door economische maatregelen. Nog meer dan Leopold I is hij betrokken bij allerlei financiële en commerciële transacties. De aandacht van de koning gaat in de eerste plaats naar zijn levenswerk Congo. Dankzij de opbrengsten van de ivoorhandel en de rubberplantages kan Leopold II ook andere plannen realiseren. Brussel en Oostende krijgen door zijn megalomane bouwprojecten internationale allures. Die projecten geven de Belgische handel en industrie een nieuwe stimulans. Bovendien zorgen al deze monumenten en gebouwen voor extra werkgelegenheid. Leopolds ideeën zijn onuitputtelijk en hij doet een beroep op mannen van formaat om ze te realiseren. Industriëlen zoals Ernest Solvay en bankiers als Émile Franqui en Édouard Ampin. Hij steunt hen met woord en daad door het aanknopen van buitenlandse relaties en door eigen financiële inbreng. Dankzij de onvermoeibare inzet van Leopold II krijgt de Belgische metaalindustrie nieuwe afzetgebieden in China. Ongeveer 30 metaalbedrijven en constructiewerkplaatsen worden aandeelhouder van een Belgisch-Franse onderneming. Die legt de spoorweglijn Peking-Hankow aan en is belast met de uitbating ervan. Ze staat onder toezicht van de Société Générale. Op het einde van de 19e eeuw klagen de socialisten de miserabele levensomstandigheden van de arbeiders aan, maar de koning reageert niet. In de lente van 1886 breken bloedige stakingen uit in de Waalse industriebekkens. Het is wellicht als reactie daarop dat Leopold II in zijn troonrede van november 1886 de eerste sociale wetten aankondigt. Een eerste wet schaft de betaling in natura af, waardoor de arbeiders nu een hele loon in handen krijgen. Een tweede wet regelt de kinderarbeid. De fabrieksarbeid voor kinderen onder de 12 jaar is voortaan verboden. De socialisten zetten hun strijd voort. Sinds 1885 zijn ze verenigd in de Belgische Werkliedenpartij. Haar belangrijkste eis is het algemeen stemrecht. De koning is daar niet zo gelukkig mee. Leopold II is op het einde van de 19e eeuw, zoals de meeste zittende katholieke en liberale politici, niet gewonnen voor het algemeen stemrecht. Maar de eis wordt gesteld vanaf 1885 door de Belgische Werkliedenpartij. Het is pas onder druk van een reeks van stakingen, maar ook onder druk van progressieve liberalen en progressieve katholieken in het parlement, dat het uiteindelijk in 1893 tot een compromis zal komen. Men zal aan de ene kant algemeen stemrecht accepteren. Alle mannen van 25 jaar en meer krijgen stemrecht, maar men zal het koppelen aan een ongelijk stemrecht. Sommige mannen zullen één stem kunnen uitbrengen, anderen twee en nog anderen zelfs drie. Regeringsleider Beernaert slaagt erin Leopold II ervan te overtuigen dat algemeen meervoudig stemrecht toe te staan. Maar in ruil stelt de koning zijn eisen. De belangrijkste is de mogelijkheid om een koninklijk referendum te organiseren. De koning was bang dat het parlement een te grote macht zou gaan verwerven
En hij wenste voor bepaalde vraagstukken rechtstreeks beroep te doen op de bevolking. In feite is dat in strijd met de principes van onze representatieve democratie en men heeft het voorstel dan ook niet in aanmerking genomen. In 1893 keurt het parlement het algemeen meervoudig stemrecht goed, maar het koninklijk referendum wordt afgewezen. Door het algemeen meervoudig stemrecht vertienvoudigt het aantal kiezers. Bij de eerstvolgende verkiezingen, in oktober 1894, behalen de socialisten bijna 1/5 van de zetels in het parlement. Ook de verbeterde inzet van priester Daens voor het algemeen stemrecht lokt heel wat kritiek uit. In naam van de kerk veroordeelt bisschop Stillemans de houding van Daens. Ook de koning reageert. Leopold II heeft in de veroordeling van Daens een actieve rol gespeeld. Hij ligt mee aan de basis van de maatregelen die door de Gentse bisschop Monsieur Stillemans tegen priester Adolf Daens zijn genomen. En dat is begrijpelijk. De komst van het Daensisme en van de christendemocratie in het algemeen veroorzaakte heel wat problemen in de katholieke partij. In mei 1895 tikt Rome priester Daens op de vingers. In juni nodigt Leopold II Monsignor Stillemans uit op een lunch in Oostende. Uiteraard komt de zaak Daens ter sprake. Enkele maanden later geeft Stillemans aan Leopold II de verzekering dat Daens bij de volgende verkiezingen ontslag zal nemen. De koning en de behoudsgezinden krijgen dus hun zin. Priester Daens moet zich neerleggen bij de beslissingen van hogerhand.